Ja, en het is december, dus ik krijg al de hele maand post van zorgverzekeraars. En de meeste brieven gooi ik zonder te lezen weg, want die herken ik meteen. Maar er zat één opvallend exemplaar bij. Een hele rustige witte envelop, goudbruine letters, chic lettertype. Alsof het van een advocatenkantoor kwam. En het bleek te zijn van Promovendum, de verzekeraar voor hoger opgeleiden. Ik weet niet hoe ze me getarget hebben, want ik ben weliswaar aan diverse studies begonnen. Maar ik heb er nooit eentje afgemaakt, dus ik behoor niet helemaal tot de doelgroep. Niet eens een certificaatje van in Holland heb ik. Maar goed, Promovendum wilde me toch dolgraag een zorgverzekering aanbieden. De rillingen liepen me meteen over het lijf. Ik wil hier namelijk helemaal niet bij horen. Ik weiger het idee te snappen van een verzekeraar alleen voor hoger opgeleiden. Waarom? Omdat andere mensen te dom zijn om gezond te blijven? Of gaan gestudeerde nieren langer mee? Is er universitaire kanker? Ziek is ziek, dood is dood, pech is pech. Daar helpt geen opleiding tegen. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, nou, ome Jan, die had dus altijd wat. Pijntje hier, dingetje daar, continu hoesten. Maar toen is hij op zijn 40ste toch nog aan de studie begonnen. Nooit meer ergens last van gehad. Nog één keer gehoest, had hij een tentamen niet gehaald. Maar dat was het. Het ligt in de lijn van het andere bedrijf voor slimmerikken, e-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden, ook zo pijnlijk. We hebben het over liefde, hè? Niet over een vacature. Ooit het verhaal van Romeo en Julia gehoord? Ooit iets gelezen over hoe Julia eerst naar Romeo zijn middelbare schooldiploma vroeg? Gaan alle sprookjes die bestaan niet juist over onwaarschijnlijke liefde? Is dat er niet juist zo mooi aan? Als je vindt dat sommige mensen te dom zijn voor jouw liefde, ben je dan niet gewoon een arrogante zak? Als je echt vindt dat hoger opgeleiden een eigen verzekering moeten hebben, omdat het nou eenmaal andere mensen zijn, moet je dan niet juist als de met een dokter gaan praten. Ja, maar, zegt de officiële site van Promovendum, hoger opgeleiden maken minder schade. En dat hoor je dan, hè. Hoger opgeleiden doen bijvoorbeeld ook minder fysiek werk. Hoger opgeleiden eten gezonder. Ja, dat is ongetwijfeld allemaal waar. En dat is waarom ze juist ook mee zouden kunnen betalen aan de premie van lager opgeleiden, die het klotenwerk doen waar zij zich goed voor voelen en er een salaris voor krijgen, waar ze geen biologische quinoa-crackers met links gefermenteerde geitenkaas van kunnen kopen, al zouden ze willen. Ik geloof niet in die verzonnen elite waar Trump en Wilders de hele tijd tegen staan te blaffen. Maar als er zoiets bestaat, dan zijn het deze mensen. De types die zich op keurig briefpapier inschrijven voor een verzekering van alleen ons soort mensen. De types die te beroerd zijn om solidair te zijn met mensen die geen VWO-diploma hebben. Lekker een beetje lagere premie betalen terwijl je een hoger salaris hebt en dan na de verkiezingen weer verbaasd verzuchten hoe het toch kan dat al die domme laagopgeleiden niet ook gewoon D66 hebben gestemd. Bovendien is het ook helemaal niet waar dat hoogopgeleide mensen gezonder leven. Ik hoorde afgelopen vrijdag nog op deze zender psycholoog Bram Bakker vertellen over alcoholproblematiek. En vertel eens, meneer Bakker, wat is eigenlijk de grootste risicogroep? HBO Plus, dat ziet u ook, HBO Plus met geld, dat is een risicogroep van hier tot heb ik jou daar. Want die zeggen dan ineens tegen elkaar, nou ja, we kunnen vanmiddag bij de lunch wel een glaasje nemen, want we hoeven vanmiddag toch niet meer te werken. Dus in de welvarende plekken van Nederland, in tegenstelling tot wat men denkt, Bloemendaal, Wassenaar, Haren bij Groningen, dat zijn plaatsen waar het alcoholprobleem bij de ouderen enorm aan het toenemen is. Hupsakee, dat is het Promovendum-principe. Lekker teut worden op het terras en intussen tegen de stratenmaker roepen dat hij lekker zijn eigen hernia-operatie mag betalen. Maar, er viel me iets op aan deze brief van Promovendum. Er is een uitweg. Het woordje hoogopgeleid bleek er namelijk helemaal niet op voor te komen. En het grappige is, een zorgverzekeraar is verplicht om alle klanten te accepteren. Ze mogen bij een zorgverzekering niemand weigeren. Dus Promovendum heeft het in alle spotjes voor andere verzekeringen steeds over hoogopgeleide. Je kent ze wel, die spotjes waarin een bol klein kakkertje op de oprit van de villa de Audi van zijn vader pakt. En daarmee hopen ze natuurlijk een imago op te bouwen waar alleen hoger opgeleiden zich bij thuis voelen, zodat ook die zich aanmelden voor de zorgverzekering. Maar de zorgverzekering is de Achilleshiel van Promovendum. Dit is waar we hun Ubermensch-verzekering kunnen verwoesten. Daarom een oproep aan alle laagopgeleide, kettingrokende, in fabrieken werkende, patatvretende Nederlanders. Meld je aan bij Promovendum. Ze hebben een superlage premie dankzij hun heilig vertrouwen in de hoogopgeleide mens. Dus maak daar vooral gebruik van. Chronisch zieken, psychiatrisch patiënten, ouderen, iedereen die per jaar meer zorg afneemt dan dat die premie betaalt, hup, naar Promovendum. Zodat de dames op de terrasjes in Bloemendaal en Haren wat goeds doen met hun geld. Namelijk meebetalen aan de zorg van alle Nederlanders. Ik zeg, leven de solidariteit. Hele fijne feestdagen.